Zo kennen wij Ramon Sinkeldam en Kees Bol. Fietsend over de Noord-Hollandse dijkjes. Maar vandaag geen pittoreske landschappen, maar gewoon een sportschool in Assendelft. Ik denk dat het voor de algemene ontwikkeling gewoon heel goed is om, om niet alleen de benen te trainen tijdens een fietsbeweging, maar ook gewoon in de sportschool. Vindt een wielrenner het leuk om in de gewichten te hangen of is het een soort van noodzakelijk kwaad? Ik vind het wel leuk. Ik blijf er wel bij dat fietsen vind ik gewoon nog steeds een stuk mooier, zeg maar. Ik vind het wel leuk, ja. Zeker als je met de maatje bent in de winter of als het slecht weer is buiten. 2-3 keer in de week een uurtje in de sportschool is helemaal niet vervelend, denk ik. Het duurt nog een aantal maanden voordat het wielrenseizoen weer van start gaat. Maar in de winter is het voor de wielrenners keihard trainen. In de wintermaanden wordt namelijk de basis gelegd voor een goed seizoen. Meestal heb je dan gewoon een aantal maanden de tijd om op een rustige manier te werken aan je conditie. En in de zomer ben je natuurlijk van wedstrijd naar wedstrijd aan het rijden. En tussendoor moet je voldoende rust. Dus kan je eigenlijk niet zoveel trainen. Dus ik denk dat voor alle renners hetzelfde geldt dat je in de winter je basis legt. Sinkeldam gaat aan zijn 8e jaar als prof beginnen. Het zal zijn 2e jaar worden bij het Franse FDJ. De afgelopen jaren nam hij een week of 2 vakantie, maar dit jaar heeft hij op advies van zijn ploeg bijna 1 maand niet gefietst. Nou, dat is hun visie, dat jij je lichaam helemaal reset tijdens die 4 weken rust en dan heel rustig opbouwt. Ik begrijp het ook wel, ik zie er ook wel in, alleen ik heb die ervaring nog niet wat het met mijn lichaam doet, dus ik ben heel benieuwd hoe ik hierop ga reageren. Voor Kees Bol gaat het een bijzonder jaar worden. Hij zal namelijk zijn debuut gaan maken in de World Tour voor Team Sunweb. Ja, ik verwacht dat de stap best groot zal zijn, zeg maar. Ik heb wel een aantal profwedstrijden gereden als stagiair en ook met Zeg trouwens. En dat ging wel goed, dus in de kleinere wedstrijden heb ik echt wel veel vertrouwen in dat ik daar echt wel mee kan doen en een goede rol kan spelen en ook wel finales kan rijden. Maar de echte grote klassiekers en de grote World Tour wedstrijden, dat zal wel voorbij schakelen zijn. Je verwacht een groot verschil tussen wat je afgelopen seizoen hebt gereden en de komend seizoen. Kijk je dan ook een beetje tegenop? Nee, het is vooral gewoon een hele grote uitdaging natuurlijk. En hoe hoog het niveau en hoe zwaar Parijs-Roubaix ook is, zeg maar. Het is wel ook een hele grote droom voor mij om die te rijden. En dat is het altijd geweest. Dus ik vind het vooral super gaaf natuurlijk. Ik ga die uitdaging zeker niet uit de weg nemen.